Goedemorgen, het is vandaag dus woensdag 12 november en dat betekent dus weer dat het mijn 12e vlogmas is dit. En superleuk dat je weer kijkt en heb je er zin in, doe dan je duimpje omhoog. En laten we snel beginnen met de vlog. En ik heb er super veel zin in, ja, ach, niet weer school, maar wel aan de vlog, maar goed. Dus dat. Eten, ik heb dus net de boom aangezet zoals je ziet. En ik ga dus nu wat eten. Ik ga gewoon brood eten. Ik weet alleen nog niet wat erop. Want dat is altijd een raadsel bij mij. Goed, ik moet altijd alles pakken zoals gewoonlijk. Dus dat ga ik nu dus ook doen. Trouwens, die lipgloss die ik dus op heb, die is van Golden Rose. Die is echt heel mooi. Dus ja, dat is heel mooi vind ik. En trouwens, ik heb geen oogschaduw op, maar het lijkt zo omdat mijn ogenleden zijn een beetje roze. En ik vergeet altijd om een sponsje op mijn oog te doen. Dus daarom is het een beetje roze. Maar in ieder geval, ik ga dus nu even sneller even eten. Dan weer gym hebben. Ik heb de muziek een beetje uitgezet, dus ik hoop dat je geen muziek hoort. Maar als je muziek hoort, ja, de radio staat hier aan met de Sonos speaker. Dus dan hoor je dat een beetje. Maar ik ben dus nu weer thuis van school. School was best wel saai eigenlijk. En ik draai een beetje rondjes, ik weet ook niet waarom. Ik ga nu even wat drinken pakken en dan ga ik mijn vlog editen. Dus de vlog van gisteren. Ik ga dus een vlogmas afspeellijst maken, dus van 2018. Volgend jaar ga ik het sowieso weer doen. En dan ga ik het weer terugkijken. Want ik heb dus gisteren ook mijn vakantievlog gekeken. En dan dacht ik ook van mezelf van, wow, best wel weinig gevlogd eigenlijk. En elke keer zeg ik dat ik mijn ontwaatcamera mee heb. En dan doe ik het weer niet. Laat me weten of jullie ook mijn vakantievlogs hebben gekeken toen ik op vakantie was. Want daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Die afspeellijst staat natuurlijk ook hieronder natuurlijk. En deze afspeellijst staat hier ook onder. Ik ga even wat drinken. Mijn reactie dat er weer niks in de koelkast staat. Oh mijn god, er staat wel wat in de koelkast. Maar ik ga weer lekker aan de cola. Oh mijn god. En ik heb gewoon cola van de Lidl. Duitse kwam vandaag is dus deze trui en deze komt dus uit Kroatië. Nee, ik bedoel uit Turkije, uit Istanbul. En waar ik dus achter kwam, ik weet niet of je het kan zien op de camera, maar door mijn nagels is er dus een haal in mijn trui gekomen. Hier zo, je kan het natuurlijk weer niet zien. En ik heb dus deze broek aan van de Only Gewoon en mijn Nike's. De zwarte Nike's gaan weer, omdat ik had dus vandaag gym en op deze mijn camera ineens zo donker staat. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar ik ga dus nu mijn vlog editen. En nu staat hij weer heel licht. Fijn deze camera. Ik ga hem voor. In mijn kamer. En ik ga dus nu de adventkalender openmaken. En daarna ga ik dus weer naar beneden toe om mijn video te gaan uploaden. Oké, goed. Ik ga dus nu weer mijn adventkalender openmaken. Trouwens, laat even weten wat jij dus fijner vindt. Dus hoe ik het normaal ook ga uitpakken zoals nu. Of gewoon echt dat ik dus mijn camera, ja, hier naartoe laat wijzen, zeg maar. Dus dat jullie mij niet zien, maar gewoon echt gewoon dit, zeg maar. Dus de adventkalender. Dus ja, ik ga dus nu vakje nummer 12 zoeken. En dat is nogal moeilijk te vinden. Dit is 21. Vakje nummer 13 heb ik wel weer gevonden. Maar ja, het is natuurlijk morgen. Dus kijk zeker morgen ook. Als je het leuk vindt natuurlijk. 17. Oh, wow. Oké, goed. De helft valt er weer uit zoals gewoonlijk. Maar goed, dit is nummer, hier is dus nummer 12. En die ga ik dus nu even openmaken. En ik denk dat hier iets heel leuks in zit. Ik hoop het. En trouwens, zo ziet het dus het doosje eruit. En ik zeg dat heel de tijd in elke vlog eigenlijk pakketje. Maar het is natuurlijk een doosje. Want het is natuurlijk, het lijkt helemaal niet op een pakketje. Maar het is een doosje. En hier zit dus een crèmetje. En dit is dus een smoothie cloth sweet peach. Oh, dat kan heel erg makkelijk in je tas. Super schattig vind ik het uitzien. Ik dacht een crèmetje, maar het is gewoon een smoothie gloss. Ik weet niet wat voor kleur het is. Ik heb net een lipgloss opgedaan, dus ik ga even kijken wat voor kleur het is. Een beetje een peachje kleurtje. En voor de zomer vind ik het echt heel erg mooi. Ik weet niet of je het kan zien zo. Oh, het is echt wel heel erg mooi voor school en zo.
Oh, hier hou ik van. Ik ben dus nu weer beneden. Het is nu bijna 1:30. En ik ga dus nu even kerstkaarten maken. En deze heb ik dus in mijn vorige vlog gekocht. Deze heb ik dus bij de Lidl gekocht voor de mensen die het dus willen weten. Dit is echt super schattig uitzien. Trouwens, bij de Action heb je ook echt hele leuke kerstkaarten. Die had ik vorig jaar, alleen die heb ik dus dit jaar niet gekocht. Oh, je hebt ook trouwens, wat ik nu zie, ook een andere met een rendier. Die vind ik echt super schattig. En ik ga dus nu een maken van mijn oma, mijn beste vriendin. Die ga ik laten opsturen. Want ik dacht ineens van, eigenlijk is het wel leuk om het te laten opsturen. Alleen, dit is natuurlijk wel weer met postzegels zit ik dan weer. Dus dat ga ik even doen. En ik zie dat je dus drie kaarten hebt. Dus je hebt deze. Dat wist ik dus niet. Dus dit is dezelfde. Dan heb je natuurlijk die ene met die rendier. En dan heb je deze. En dan heb je er nog eentje. Deze. Of what the fuck? Ik wist niet eens dat dit er allemaal zo veel waren. Ik vind het echt leuk dat Lidl dus wel wat andere kaarten heeft. Dus niet alleen maar deze. Want ik dacht alleen maar dat het alleen maar deze was. En dat is dus niet zo. En je hebt ook nog deze. Ook super leuk. En die stickertjes ga ik ook nog gebruiken natuurlijk, maar niet op een kerstkaart. Die ga ik natuurlijk gebruiken op een cadeautje. En ik denk dat ik ze ook gewoon ga gebruiken op een normaal cadeautje. Ook al misschien een beetje raar met renderen. Maar goed, ik denk zo van, waarom koop je wat speciaal voor kerst is eigenlijk? En dan kan je niet gebruiken voor een ander cadeautje. Schrijven, ik ga ze niet allemaal gebruiken natuurlijk. Echt allemaal niet. Maar en dan ga ik ook even wat YouTube kijken. Want ik mis nogal wat dingetjes die ik nog moet kijken. Dat ga ik nu even doen. En ja, jullie zien me zo weer. Met de pennen die ik dus ga gebruiken om deze kaarten te schrijven. Ik ga ze niet allemaal gebruiken, denk ik. Een paar, denk ik. En ik moet natuurlijk postzegels hebben. Maar dat ga ik denk ik morgen even kopen. En dan ga ik dus alles op de post doen. Maar ik ga sowieso eentje schrijven aan Luciana. Het is 8:30, 7 minuten. Ik ben dus nu goede tijd aan het kijken. En het is nu reclame dus. En ik ga zo meteen verder kijken. Daarna ga ik lekker douchen en mijn haar wassen. Want ik heb vandaag gegrimd. En dan vind ik het altijd wel fijn om mijn haar te wassen dan niet, zeg maar. Dus dat doe ik altijd. Ga ik zo meteen doen. En dan ga ik zo meteen ook alweer de volgende afsluiten. 8:45. En ik ga zo meteen mijn haar wassen. Dan, ik ga eerst mijn make-up ervan afhalen natuurlijk. En daarna mijn haar wassen. Mijn haar is een beetje vet. En trouwens, ik wil nog wat één dingetje even zeggen over deze vlogs. Ik ga dus niet door tot en met de tweede... Nee, tot de... Zo. Ik ga niet door tot en met de tweede kerstdag, maar tot en met 31 december. Want ik zei natuurlijk van, ik ga tot en met 26 december, dus de tweede kerstdag. Maar ik ga dus door tot en met 31 december. Want dat is ook gewoon december. En waarom doe ik dan niet gewoon heel de maand december? Ook al is best wel veel werk trouwens, want editen is best wel veel werk. Gewoon je video klaarmaken, een thumbnail maken en zo, een titel bedenken, een beschrijving bedenken. Dat is best wel veel werk. Maar in ieder geval, dus dan weten jullie dat je gewoon heel de maand december gewoon een vlog kan verwachten. Of misschien een andere video, een normale video natuurlijk ook. Dus dan moet je gewoon lekker abonneren op mijn kanaal en dan zie je dat. Dus superleuk. Ik ga dus nu de vlog weer afsluiten. Vond je deze video superleuk? Doe dan je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan dat hier beneden op het rode abonneerknopje hieronder. En ik zou het super tof vinden als je het zou willen doen. Morgen heb ik dus weer stage. Ik denk niet dat die vlog heel leuk zou worden, want ik heb stage en dan doe ik niet zoveel. En dan ga ik, als ik thuis ben, ga ik weer maar deze vlog editen, denk ik. Want als ik dat nu nog moet doen, ik moet nog dadelijk mijn haar wassen. Daarna kan ik het nog maar gaan doen. Want morgen moet natuurlijk, vrijdag moet dan wel op tijd die vlog online staan. En zaterdag. Ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Dus tot morgen weer. Dus doei doei. Last Christmas.